Kijk mensen, welkom bij weer een nieuwe video. We staan nu op de traverse van station Alkmaar, in de lift. Ik ga nu omhoog. En waarom doe ik dat? Niet omdat ik dit keer met een trein mee hoef. En hier sta ik dan, bovenop de traverse. En niet omdat ik die kant op hoef, en ook niet omdat ik met een trein mee moet. Nee, ik sta hier met een heel andere reden dit keer. Nee, ik sta hier in verband met iets wat op 18 september 2010 daar in de straat plaatsvond op de achtergrond. Mijn moeder kreeg daar op 18 september 2010 een fatale hersenbloeding. En daar overleed zij aan in de vroege morgen van de 19e. En daarom sta ik hier. Het is nu de 17e. Dus de komende nacht, dat zou de laatste nacht worden dat zij daar in huis sliep. We hadden daar een verjaardagsfeest op de hoek. Bij het donkere dakkapel. En we zaten daar met een heleboel mensen. Het was gezellig. En het ging er op die verjaardag mis met mijn moeder. Hoe erg is dat, hè? Als het op een feest misgaat met je en dan een hersenbloeding krijgt. En dan naar het ziekenhuis gebracht moet worden en nooit meer terugkomt. Ze zou daar nooit meer leven terugkeren. En wij woonden in het huis ernaast. Ja, ze sliep er deze nacht, dus de komende nacht, sliep ze daar de laatste nacht. En daarna zou ze er nooit meer terugkeren. Ja, ze kinderen wel terug, maar niet meer levend in ieder geval. Dat is toch wel heel erg vreemd, hoor. Altijd een heel vreemd idee gebleven. Nou ja, de hele traverse die staat, die is allemaal daarna gebouwd. Die was er in 2010 nog niet, toen was er een tunneltje onder het station. En dit is allemaal gebouwd en geopend in 2015. Dus, 5 jaar later. Dus we keken toen nog niet tegen de traverse aan op die bewuste avond. Het was verder een gezellige verjaardag, maar ja, het liep fataal af. Ja, en hoe ging het daarna met mij? Nou, er zijn in ieder geval periodes geweest dat ik helemaal van God los geweest ben. Zeker weten, totaal. Ja, je bent totaal van het pad af. Ik weet nog dat we toen hier langs gingen naar het ziekenhuis. Toen liep de weg trouwens nog daar. Dat nou hier onderdoor. Maar die liep nog daar waar nou het fietspadje ligt. En toen gingen we hier langs. Richting het ziekenhuis. En ze zou nooit meer leven terugkeren. Blijft toch nog steeds heel erg raar. En ook als ik hier sta, is het nog steeds heel erg raar. Het is een raar gevoel gewoon. Ik weet gewoon dat het toen daar in september was. En nu sta ik er weer. Een dag van tevoren. En dan nog is het een raar gevoel, hè, 13 jaar later. Het zal altijd een raar gevoel blijven. Ja, en later is die traverse gebouwd. Nou ja, dat zorgt er wel voor dat ik deze video kan maken in ieder geval. Want ja, hem daar voor de deur maken, ja, dat zit er niet in. Nee, dat heeft te maken met wat andere omstandigheden van daarna. Dat ging allemaal even helemaal mis. Daar heb ik ook zelf trouwens geen hand in gehad, maar ja, goed, dat ging helemaal mis. Dus ja, hem daar voor de deur maken zit er niet meer in. Maar goed, vanaf hier in ieder geval wel. En hier hebben we nog het zicht op de Hoogse buurt. Waar we toen met haar de laatste rit maakten richting het ziekenhuis. Het was heel erg moeilijk. En de tijd daarna die was ook heel erg moeilijk. Ja. Het blijft een veelzeggende plek uit mijn verleden hier ook. Niet de traverse, maar wel de plek. Ja, en jaren later, toen is er nog een veelzeggende plek gekomen. Ja, en het is een moment geweest. Het is jammer geweest dat mijn moeder dat nooit meegemaakt heeft. Ik bedoel, ze had er normaal natuurlijk wel niet bij geweest. Maar bedoel, het gaat om een moment in mijn leven. Het is heel jammer dat mijn moeder dat nooit heeft meegemaakt. En daar wil ik nu even naartoe gaan. Ja, hier ging het in ieder geval helemaal mis. Toen op die avond van die 18e september 2010. En een jaar of 4 later, toen was er een andere plek in mijn leven die heel bijzonder werd. Daar ga ik nu even naartoe. Dan moeten we uiteraard de lift weer naar beneden pakken. Ja joh, het bekende belletje. Zo. Niveau 0. Nou, dat heb ik vaak gelopen daar op niveau 0 in mijn leven toen het er nog heel anders uitzag. De nieuwe weg die er later gekomen is. Tjonge. En daar staat de scooter. Ja, toen zou ik zo thuis geweest zijn. Maar ja, nu heb ik de scooter nodig. Ja, want ik moet nou nog wel een stukje rijden in ieder geval. Ja, en hierachter daar gingen we toen langs met de ambulance. Ik heb het gewoon nog in mijn hoofd, hè, dat moment in de ambulance. Ja, zoveel jaren later, het gaat nooit helemaal uit je gedachten weg. Als je het er dan weer over hebt, dan zit het gewoon weer helemaal in je hoofd. Maar goed, nu even naar die andere locatie. Uit die jaren daarna. Die ook veelzeggend is geworden. Maar dan op een andere manier. En dan sta ik hier aan de rand van Oud-Kaspel. Maar ik ben nog niet op de bewuste plek. Het was niet hier waar ik het over had. Dus ik moet nog even een klein stukje doorrijden.
En hier stond ik dus in de nacht van 1 op 2 augustus 2014. En hier had ik dus voor het eerst afgesproken met mijn moppie. En ze kwam van die kant aanlopen. Toen zag ik haar voor het eerst in het echt, want ik had er al een tijdje gesproken via Facebook. Maar toen zag ik haar dus voor het eerst in het echt in de nacht. Want we zouden die nacht naar het strand toe. Ze had in één keer het idee van dat ze naar het strand wou. Nou, en ik wou dat ook wel. En dat zei ze dus via Facebook. En ik denk, dat gaan we gewoon doen. Dus dan kom ik er gewoon aan, want ze wou dan samen naar het strand. Ja, en dat was gewoon een heel mooi moment om af te spreken, zeker weten. Ik bedoel, ik sprak er natuurlijk al een tijdje via Facebook. En verliefd was ik dus al, ook al via Facebook. Ja, en toen sprak ik dus af in het echt. En toen kwam ze dus hier in het donker aanlopen. Ja, toen zeiden we voor het eerst hallo tegen elkaar. Nou ja, goed, dat hadden we wel vaak gedaan via Facebook natuurlijk, maar in het echt dan, hè. Ja, toen kwam ze hier aanlopen en toen zijn we hier op de scooter gestapt en die kant op gereden. En toen zijn we richting Berg aan Zee gegaan. Ja, dat vond allemaal in het donker op deze bocht plaats. Geen super spectaculaire locatie, maar wel een hele leuke ontmoeting. Ja, zeker weten. Ja, die had ik hier leren kennen via Facebook. Eigenlijk door een toenmalige maat van mij. En toen het later eigenlijk steeds meer werd tussen ons, toen was hij er in één keer klaar mee. En het kwam erop neer dat hij eigenlijk geen maten meer wou zijn. Geen maten meer wilde zijn. Eerst twee mensen bij elkaar brengen en dan later doen, ik wil er niks mee te maken hebben. Dat was mijn bedoeling niet. En het was allemaal maar een geintje. Ja, natuurlijk, het was maar een geintje. Droom lekker verder. Zulke dingen maak je geen geintjes over, hè. Nee, want het was gewoon echt. Ja, en die ontmoeting, die was ook echt. Ja, en het is echt tot op de dag van vandaag, nu 9 jaar later. Ja, we zijn onderweg naar het 10e jaar. Ja, wat toen zo mooi was, hè. Er ging een verhaal rond in die tijd. Dat ik verliefd zou zijn op iemand anders. Die kwam heel ergens anders vandaan. Was heel iemand anders. En daar zou ik verliefd op zijn. Dus, dat met haar, dat zou natuurlijk niks worden. Want ik was verliefd op een ander. Dus, ze kon rustig die ontmoeting niet. Maar ik bedoel, ze kon rustig natuurlijk dat contact brengen. Want het zou toch niks worden. Zo werd er gedacht. Ja, en toen gebeurde het dus wel. Ja, en dat bracht een hoop verwarring. Nou ja, die verwarring die heeft een beetje kortsluiting bij ze gebracht. En toen was het helemaal waar. Ja, en die woonden hier overigens ook vlak in de buurt, die toenmalige vrienden. Nou ja, dat waren in ieder geval vrienden waarbij je geen vijanden meer nodig had. Dus die ontmoeting die kwam er. En wij gingen samen verder, tot op de dag van vandaag. En we zijn gewoon onderweg naar het 10e jaar, hè. Zeker weten. Ik bedoel, het was niet maar een tijdelijke afleiding, omdat ik verliefd zou zijn op iemand anders. Nee, want zo'n afleiding hou je geen bijna 10 jaar vol, hè. Nee, dacht het even niet. Nee, dat was echt. Maar goed, dat geloofden ze niet en ze wilden het niet geloven. En toen was het gewoon klaar. Maar goed, ik had wel mijn moppie ontmoet. En we gingen een hele leuke tijd tegemoet samen. Ja, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. We zijn overal heen geweest. Zeker weten. Ja, absoluut. Dus dat had ik ervoor terug. Kijk, dat heb ik dan toch aan diegene overgehouden. Ja, doel. Het was wel dan zogenaamde bedoeling niet. Maar ja, toch aan diegene overgehouden. Oké, dat wil degene niet weten hoor. Die doet net of je er helemaal geen hand in hebt. En of het allemaal door mij komt. Maar zo is het natuurlijk niet, hè. Nee. Hij bracht ons tenslotte toch wel bij elkaar via Facebook. Hè? Ja, dacht even wel. En toen kwam hier dus die ontmoeting. Ja, en wat is er nou zo jammer dan? Mijn moeder leefde natuurlijk al 4 jaar niet meer. Dus die heeft die dag eigenlijk nooit meegemaakt of die nacht. En die heeft het ook nooit gehoord van dat ik de ware ontmoet had. Nee, ze had het altijd heel graag een keer gewild in haar leven. Dat het mij een keer ging gebeuren. En ze heeft het nooit mee mogen maken. Ja, wat is allemaal daarna gebeurd? 4 jaar later. Ja, zeker weten. Wat had ze dat verschrikkelijk mooi gevonden, mijn moeder. Ja, ik heb nog wel op dat moment nog wel eens aan haar gedacht hoor. Denk ik, ja, wat zou ze dit toch gigantisch mooi gevonden hebben. Maar ja, ze heeft het nooit mee mogen maken. Ja, en wij gingen in die nacht in 2014, gingen we dus hier op de scooter. En we gingen dus die kant op. En we gingen dus richting Berg aan Zee. En waar we tot de volgende ochtend vroeg op het strand gezeten hebben. Zeker weten. Ja, nog steeds terugkijkend op een hele mooie nacht hoor, als ik eraan denk. Zeker weten. Ja. En dat gebeurde dus allemaal hier ook. Die ontmoeting op deze hoek. Hier kwam ze dus 's nachts in het donker aanlopen. Toen zag ik haar voor het eerst. Ja. Joh. En dan zijn we nu meer dan 9 jaar verder. 9 jaar in een kort tijdje. We zijn onderweg naar de 10 jaar. Zeker weten. Gaat goed komen. Ja. Dus dat was niet een afleidingsmanoeuvre of zo, zoals die gozer dat destijds zei. Van want je bent bezig met een afleiding te zoeken omdat je gek bent van een ander. Ja hoor, natuurlijk. En die afleiding die hou je dan meer dan 9 jaar vol. Gaat niet met hem.
Ik moet er een beetje op lachen om dat soort mensen, om dat soort gedachten. Ik bedoel, dat soort gedachten zijn gewoon lachwekkend. Nou ja, goed, die gozer was in het geheel lachwekkend. Hij vond zichzelf zogenaamd bloedserieus, maar eigenlijk was hij gewoon lachwekkend. Ik bedoel, ja, je moet er eigenlijk alleen om lachen om zo iemand. Dat is het enige wat je erom kent. Dus, dat vond hier plaats. Ja, en dan wou ik deze locatie er toch ook even bij laten zien. Eerst net die locatie in Alkmaar, waar het toen misging met mijn moeder. En dan 4 jaar later deze locatie. Ja, daar gebeurde het 4 jaar later dat ik mijn moppie ontmoette. En ja, dat had mijn moeder zo gigantisch fantastisch gevonden. Dat had ze zeker mee willen maken. Ja, en als hij natuurlijk wat ouder had geworden, had ze dat normaal gesproken natuurlijk ook meegemaakt. Maar goed, ze heeft het helaas nooit mee mogen maken. Dus ja, dat is een beetje het verband eigenlijk tussen de twee locaties. Ja, op de ene locatie ging haar leven niet verder. En daardoor heeft ze dit hier nooit mee mogen maken. Ik heb het verhaal nooit kunnen vertellen aan haar, dat ik de waar had ontmoet. Ja, en dat was nou zo'n verhaal geweest, wat ze zo graag had willen horen. Ja, en ja, ik had het natuurlijk aan mijn moeder ook heel graag willen vertellen natuurlijk. Dus ja, dat. Ja, twee locaties, die veelzeggend zijn. Deze. En daarbij station in Alkmaar. Nou ja, niet de traverse, maar eigenlijk de straat die er vlakbij ligt. Ja, maar goed, daar kijk ik dan vanaf de traverse even op uit. Nou ja, goed, nu komt er iemand al lopen. Mijn moppie, die woont hier natuurlijk niet meer. Nee, want we wonen natuurlijk al jaren samen in Noordschewouden natuurlijk. En we hebben het hartstikke goed. Dus het gaat top. En we gaan er nog jaren achteraan plakken. Zeker weten. Ik ga hem hier op deze locatie zo weer afsluiten. Ik ga trouwens zo meteen weer terug richting Noordschewouden. Nou, die kant op. En dan afslaan en dan ga ik naar Noordschewouden. Hey, tot de volgende.